Het is vandaag een liefhebbersdag, dus uiteindelijk willen wij graag de mensen met een hond, bij voorkeur een Duitse herder, willen wij laten kennismaken met de Duitse herdervereniging en met name ook op het gebied van de sport. Werm en herdershoen. Het is een veelzijdige hond. Daar kun je er alles mee. Hij is goed voor het gezin, beschermt het gezin. Daar kun je er echt letterlijk en figuurlijk alles mee. Het bewaakt, verspeuren ermee. Het is een echte allrounder. Je ziet gewoon dat uiteindelijk deze hond ontzettend veel plezier heeft in de sport. Dat kan ook niet anders, want als de hond er geen plezier aan zou beleven, dan zou een hond dat ook absoluut niet doen. Ik vind het hier wel mooi, hè? Nou, ik vind het heel erg. Ik ben de hond aan het controleren op zijn algehele uiterlijk eigenlijk. De gezondheid, hè? De eerste kenmerken van zijn hond. Dan kijk je eigenlijk naar de indruk, de ogen, de oren. Goede conditie, mooie kleuren. Mijn oom heeft al jaren Duitse herders al gefokt. Hij was eigenlijk wel een bekende, die heeft Snuf de hond getraind, of de honden aangeleverd en getraind. Dus ja, dat zit eigenlijk een beetje in de familie. We hadden vroeger al honden van hem thuis, mijn moeder, netje fokken. Uiteindelijk is de liefde zo gewoon een beetje gegroeid en gebleven. Vooruit! Hele protaharen ziet ze een Duitse herder. Oh, een Duitse herder. Mijn hond. Ik ben biedt door een Duitse herder. Nou, ik zei, waar is de wond aan? Nou ja, ik ga een Duitse herder echt bieden. Ik ben wel eens bieden. Ik ga dwars door de hoed heen. Door de toemen heen of wat dan ook. Maar dus, meestal is het een watje in de wies, een contactbeet. Of ze hebben het angst bieden. Maar een hond die echt biedt, dat kun je hier aanstaan. Ik wil zien bij het pakwerk. En ze is echt een hele hoge hond. He, die biedt en dan biedt er echt vol op. Het is altijd dat de hoen ook op de baas liekt. Nou, dat wil ik niet meteen zeggen. Kijk, het is wel zo, als je al heel lang in de hondensport zit, dan zoek je op een gegeven moment wel een hond die qua karakter wel bij jou past. Maar door Fox de Meiden is de beste dag en nacht met waanden. Ja. Dat is een passie. Ik als jonkje als erop. Ik wil altijd een. Ja, u zei hier een Duitse herder. En ik zei, ik wil lekker een Duitse herder aan. En ik wil er met vakken. En die zei, dat doen we hier net. Dus, toen ben ik op Michel gegaan, ik ben 24 en ik ben vlot. Mijn Duitse herder was kaft. Ik ben me helemaal niet verdiept in hoe het al je maat. Want wij doen alles volgens de regels. Dus dan ben ik erin gegooid, zeg maar. Die vrouw die zit er ook helemaal in, die keurt je nou toevallig. Dat is je van wat is geschikt, wat past bij zijn lijn. Want toen kun je net zeggen, oh, dat is een mooi en die is mooi. Nee, dat past helemaal uit zacht worden. Dat is wel handig, hè, dat je met dezelfde hobby hebt. Ja, het is wel handig, maar het is ook wel eens lastig als je twee kapiteinen op een schip hebt. Dat werkt toch niet altijd? Nee, dat werkt niet. Nee, maar ik heb een heel andere ideeën en gevoel soms bij een hond dan dat hij heeft. Dus dat geeft me wel een strijd. Ja. En waar is dan uiteindelijk de baas? Ik heb.